Juist! Dit wordt interessant. Om te beginnen, nee. Ik weet niet waarom. Maar blijkbaar vonden de creators van Minecraft het een goed idee om Minecraft Java Edition erbij te gooien. Ja, ze hebben gewoon serieus onder de originele titel gewoon Java Edition gezet. Ik heb geen idee waarom. Noem het gewoon normaal Minecraft, guys. Oh my god. Dit is zo bad. Ik heb dit echt nog nooit eerder gezien. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar vonden ze dit nodig. Oké, we gaan gewoon, weet ik veel, beginnen. Ik weet niet waarom. Dit is raar, dit. Oké, lol, Java Edition of zo. Geen idee. Het slaat gewoon letterlijk nergens op. Ik weet niet waar ze dit idee vandaan hebben gehaald. Laat ik gewoon nog even. Oh, weet je, wat voor een game gaan we spelen? Minecraft Java! Godsamme, man. Oké. Het zal wel. Aantal dingen veranderd? Nee, niet in mijn inventory in ieder geval. Dat scheelt ook weer even een hele hoop. Heb ik Optifine? Nee, natuurlijk heb ik dat niet. Oké, let's get this over with. Ik heb geen idee waarom, maar blijkbaar vonden ze het een goed idee om. Hey, jongens, er komt een nieuwe Minecraft versie uit. Minecraft 1.12.2, ja? Dit is dus de pre-release voor wat er gaat komen. En ze vonden het blijkbaar een goed idee om te zeggen van, yo, we zetten nog wel eventjes Java Edition achter. What the hell were they thinking? Like, waarom? Waarom doe je dat? Het is. Man. Nou ja, even buiten dat. Nu we het toch hebben over Minecraft versies. Ik wil het een en het ander kwijt. Over Minecraft in het algemeen. Ik speel Minecraft al sinds 1.4.6 volgens mij. Ja, 1.4.6 was de Minecraft patch waar ik ben begonnen met het spel te spelen. Nou, wat het ding is met Minecraft 1.4.6. Er is ongelooflijk veel sinds die tijd veranderd. Ik heb heel veel updates door de jaren heen mee mogen maken. En ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds een geweldige game. Het heeft mij nog nooit echt weten te vervelen. Ja, totdat ik uiteindelijk zoiets had van, weet je wat, ik ga gewoon even wat minder deze game spelen en ik ga wat meer Mario spelen. Mario Bros. 3 is momenteel gewoon een beetje de prioriteit voor 2Gaming NL. Het is sowieso al een hele lange tijd zo dat ik Mario speel en ik heb die serie nooit afgemaakt. Ik heb Super Mario World, heb ik iets van 3 keer of zo op mijn kanaal gespeeld, nooit afgemaakt. Wat gewoon zonde is. En ja, het is gewoon zo van, Koen, maak die series ooit eens een keertje af, weet je wel. En ik heb er nooit echt de moeite voor gedaan om dat te gaan doen. Dus ja, dat is best wel zonde. Dus ja, vandaar dat ik tegenwoordig best wel veel Mario aan het spelen ben op mijn kanaal. Want ja, anders dan komt die serie ook nooit meer af. Maar goed. Buiten dat. Minecraft is niet heel erg gek veel meer geüpload door de jaren heen. De afgelopen tijd op 2Gaming NL. En dat heeft een reden. Ik vind de game persoonlijk niet zo leuk meer om op te nemen. Ik heb al meerdere keren Minecraft video's opgenomen. Waar ik dan zoiets had van, ja, weet je wel, leuk, maar niet echt iets waarvan ik zit van, ja, dit is een video goed genoeg voor 2Gaming NL. Omdat, geen idee. Ik merk ook af en toe wel eens dat ik gewoon, andere games vind ik gewoon veel leuker om te spelen. Dat is het hele ding. Dat is ook de reden waarom ik de laatste tijd allemaal random bullshit games ging spelen. Die ik echt niet vaak heb gezien op YouTube. Bijvoorbeeld die Geometry Dash video's die ik de afgelopen tijd heb gemaakt. En ik ben nog aan het plannen om nog een video daarvan te gaan maken. Dat vind ik ook gewoon serieus een leuke video's om te maken. Sowieso, Geometry Dash vind ik ook gewoon een leuke game. Dus waarom zou ik die game niet gewoon opnemen voor mijn kanaal? Nou, om te beginnen. Ik kan natuurlijk al die custom maps gaan spelen die gemaakt worden in Geometry Dash. Dan heb je eindeloos veel Geometry Dash video's. Maar wat je dan vervolgens krijgt is dat ik mij op een gegeven moment ga focussen op één specifieke game.
En niet meer en niet minder dan dat. Op dit moment ben ik me voornamelijk aan het focussen op Mario Bros. 3. Maar dat is een let's play. Dat is een specifieke ding. Dat is gewoon, ja, weet ik veel, een ding. Nee, dat is even serieus. Dat is gewoon een let's play serie. Waarvan ik zit van, ja, die wil ik wel gewoon afmaken. Dus ja, dan maak ik die serie eerst even af. Voordat ik aan andere projecten ga beginnen. Zoals wat je nu ziet, Minecraft Java Edition. Dit heb ik nooit gepland. Dit is geen geplande opname sowieso, want... ik zag dit net. Letterlijk, ik start mijn Minecraft op en... Nou, tegenwoordig krijg je op je Minecraft Launcher een hele mooie update ding te zien. Dat als jij in de launcher zit, dan kun jij dus zien de nieuwste patch die ze gaan uitbrengen voor Minecraft sowieso. En toen stond er 1.12.2, de patch die dus aanstaande is. Dat is de patch die ik nu aan het spelen ben. Dus ja, ik noem het patch en geen update. Waarom? Geen idee. Vind ik gewoon leuker klinken of zo. Geen idee. Maar toen zag ik dus Minecraft Java Edition daarbij staan. En ik dacht echt van, nee. Dat hebben ze toch niet echt gedaan. En jawel dus. Ik start mijn Minecraft op en dat is het beeld wat je net zag. Minecraft Java Edition. En ik zat echt van, oké, ja, dit moet ik gewoon al even aan mijn audience laten zien. Audience, lekker Engels. Yay, laten we even Engels praten, want dat is cool of zo. Geen idee. Maar, ik sta er echt perplex van. Dat ze dachten dat dat gewoon een goed idee zou zijn. Maar even buiten dat, ik heb het nu wel even genoeg over gerant, over dat hele Java Edition gebeuren. Je zult mij er waarschijnlijk nog wat vaker over horen hoor, in mijn video's. En ik ga er waarschijnlijk ook nog een hele video over maken, over wat ik vind van 1.12.2. Waarschijnlijk zou er niet heel erg gek veel veranderd zijn hoor. Tegenwoordig worden deze patches alleen maar gebruikt voor hoe heet het, voor updates, voor bugfixes en dat soort dingen. Ja, ze kunnen bugfixes updaten trouwens, wat ze willen hoor, maar ik denk niet dat het heel veel werkt. Maar even serieus, ik wil nu even mijn verhaal afmaken, want anders dan gaat het ook weer nergens heen. Ja, het ding was dus, ik vind Minecraft gewoon niet zo'n leuke game meer om op te nemen, ben ik heel eerlijk in. Ik weet wel dat mensen het heel erg leuk vinden om te zien, want ik kreeg dus weer een reactie van iemand. Als ik die reactie even in beeld kan gooien, dan zal ik dat zeker doen hoor. En die zei dus van, wanneer komt er weer een keer een Minecraft video? En dan zei ik van, ja, snel. Ik kan je nog niet specifiek een datum noemen, maar snel. En dat zou dus vandaag zijn eigenlijk, want dit is de video van vandaag. Dat is dus weer Minecraft. Maar ja, maar dat zou eigenlijk ook wel de reden zijn waarom ik wat minder Minecraft zou gaan spelen hoor. Nee. Niet omdat het heel erg... veel bekeken wordt of zo. Of omdat mensen het blijkbaar heel erg leuk vinden om te zien nog steeds. Terwijl Minecraft is niet echt een ding meer op YouTube, heb ik gezien. Mensen willen tegenwoordig steeds meer allemaal bullshit zien op YouTube. Die echt helemaal nergens op slaat. Ja, je kan zeggen gaming video's slaan ook helemaal nergens op. Maar als je kijkt naar prankers op YouTube. Pranks worden veel bekeken op YouTube. Tegenwoordig is er ook weer een nieuw ding bijgekomen. Dat heet Distracks. Nou, ik heb daar alweer een paar van gezien. En meer zou ik ook echt nooit willen zien op YouTube. Dat is echt de grootste onzin die je gewoon kunt bedenken. Wordt weer gemaakt. Op een gegeven moment waren er ook mensen bij die zeiden van... 99% van de mensen zien deze aardbei rood. En dan hebben ze gewoon letterlijk een thumbnail staan met een... groene aardbei. En ja, dan gaat de video over iets geheel anders. Ik heb het ook echt heel erg veel mensen zien ranten hierop hoor. Over dit soort bullshit. Gewoon. Je maakt een video met een titel en met een thumbnail waar mensen op gaan klikken. Dan klikken mensen daarop en dan zien ze iets volledig anders als de titel en de thumbnail en shit beloofd heeft. Het slaat er helemaal nergens op. Wat is er gebeurd met ons mooie YouTube? Like, vroeger was gaming video's was gewoon letterlijk... Oh, kijk eens, iron. Nice. Gelukkig hebben we ook kool gevonden. Dus die kunnen we ook gelijk wel even meenemen. Kunnen we zo meteen nog even die iron gaan smelten. Dan kunnen we dat weer gaan gebruiken voor mooie tools. Want ik gebruik nu namelijk alles van hout.
Ja, dat is niet echt de beste shit wat je wil hebben in ieder geval. Maar vroeger waren gaming video's zoals dit, Minecraft, was gewoon letterlijk de shit, hero. Was gewoon, iedereen die zat gewoon te wachten op een nieuwe Minecraft video. Gewoon van, jee, er is weer een Minecraft video, klik erop. En dan opeens honderdduizenden weergaven. Nou ja, nu heb ik dus weer een kanaal met 121 abonnees op het moment van opname. Dus echt heel erg veel weergave krijg ik sowieso niet op een Minecraft video, maar... ja, dat is gewoon het hele ding. Minecraft werd vroeger gewoon heel veel bekeken en... Sinds dat er een hele hoop mensen prank video's en zo aan het kijken zijn... Dat is eigenlijk waar het allemaal begonnen is. Als we even er goed over nadenken, hè? Als we eventjes goed kijken naar YouTube video's tegenwoordig, ja? Wanneer begonnen de views voor... Game video's, zoals deze. Gewoon een simpele Minecraft video, ja? Wanneer begonnen die views echt in te kakken? Wanneer begon het echt zijn afgrond in te zakken, weet je wel? Wanneer begon dat? 2015 ongeveer. Want in 2015 waren echt de prankers begonnen. Ik wil trouwens niet dat het nacht wordt. Nou ja, het maakt niet uit. Oh, er lopen hier ook allemaal paarden rond. Geinig, ik heb die net niet gezien. In ieder geval, wat wou ik nou doen? Oh ja, ik wou even een stenen pickaxe maken. Want mijn pickaxe is namelijk een beetje kapot. Had ik al sticks? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had gewoon nog één stick, wauw. Oké, waar wou ik het nou over hebben? Ik ben er weer gewoon volledig mijn verhaal kwijt. Geweldig! Je begint je verhaal en je kan het vervolgens niet afmaken omdat je hem vergeten bent. Oh ja, het ging over die prankers. 2015 begonnen de prankers een beetje te komen. En ook rond die tijd begonnen de views voor voornamelijk game video's. Game video's begonnen vooral best wel in te zakken. Ik heb echt grote kanalen, heb ik gewoon... Die normaal gesproken echt honderdduizenden abonnees... honderdduizenden weergaven kregen vroeger. Die krijgen nu echt gewoon een nulletje minder. Gewoon 10.000 weergaven per video. Nou is dat niet echt een heel erg groot gemis, maar YouTube kanalen met bijna 750.000 abonnees die gewoon zo weinig views krijgen. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat een beetje raar. Mensen die zullen mij waarschijnlijk echt voor gek verklaren dat gewoon... Ja, 10.000 views is wel veel, maar voor een kanaal met 750.000 abonnees is dat best wel weinig. En sowieso, ik moet eigenlijk wel, nu ik toch over prankers begin. Want ja, ik wil eigenlijk ergens naartoe hier al. Sowieso, sinds dat prankvideo's gemaakt worden, zien we alleen maar mensen die allemaal bullshit video's op YouTube maken. Echt, ik zie allemaal video's voorbij komen van, op 3 uur 's nachts bellen met SpongeBob. Ja... Fucking hell, gast. Waarom nou? Ik heb ook wel eens mensen gezien die gewoon elkaar lopen te kopiëren zoals... iedereen kent natuurlijk wel die YouTube-kanalen zoals Raar Maar Waar, weet je wel. Dat zijn YouTube-kanalen met allemaal rare creepypasta's en met... enge verhalen, dat soort shit. En dan gaan mensen elkaar lopen kopiëren op die verhalen. Bijvoorbeeld... Iedereen kent vast wel de bekende Red Mist, weet je wel? De verloren SpongeBob episode. Oeh. Nou, honderden mensen hebben dat gedaan. En, oh mijn god, man. Echt honderden mensen hier in Nederland hebben dat gedaan. En dat, ik weet niet waarom, maar... Het slaat nergens op. Waarom ga je mensen kopiëren? En dan vooral mensen zoals Raar Maar Waar. Ik bedoel, dat is toch... Nee, moet je gewoon niet doen. In ieder geval, ik merk alweer dat het echt hartstikke nacht begint te worden. Dus daar moet ik zo meteen wel eventjes wat aan gaan doen, denk ik. Laten we eventjes naar buiten gaan. Laten we gewoon nog even op een nachtelijk avontuur gaan. Deze episodes, of deze afleveringen, weet ik veel. Ik zeg aflevering altijd in het Engels tegenwoordig, omdat dat klinkt voor mij gewoon lekkerder of zo. Geen idee. Ik heb torches nodig, dus die gaan we maken. Zo. Ik heb geen dynamic lights. Of ik heb geen... eigenlijk heb ik geen Optifine. Dus ik zou het even hiermee moeten doen voor nu.
Maar het komt vast en zeker allemaal wel weer helemaal goed. Ik doe dit wel even mooi erbij, want dat staat mooi. Hier doen we eventjes zand in voor wat glas. Hier doen we de rest van de kool in. Oh, kijk eens, daar staat even een mooie zombie te chillen. Mensen die mijn TGNL Survival Server met Whitelist serie nog wel kennen. Die weten dat ik nog best wel wat mobs voor mijn deur heb gehad. En dat ik daar op een gegeven moment gewoon echt hartstikke dood van ben geweest. Ah, kijk, dat is wel nice. Ze hebben wel één advancement erin gelaten. Dat is gewoon Monster Hunter. Waar was dat ook weer? Ah ja, Adventure. Monster Hunter. Kijk eens. Nice. Dat vind ik altijd wel nice om te zien dat ze dat soort dingen er nog in hebben gelaten. Maar goed. Waar had ik het nou ook alweer over? Ik weet het al niet meer. Ik ben gewoon mijn hele verhaal kwijt. Dat is niet echt handig. Even denken hoor. Oh ja, oh shit, nee, ik heb geen zin. Oké, fuck it. Ik heb even geen zin in gezeik met al die mobs en zo. Kijk, ja. Ja, je kan dit pussy noemen, maar I don't care, man. I don't care. I really don't care. Dat is weer zoiets. Pussy, dat is ook weer even een ding wat ik echt scheid irritant vind tegenwoordig. Je kent echt van die gasten die je tegenwoordig allemaal op straat ziet rondlopen, ja? Echt van die coole gasten met van die petten van deus op en zo. Dat is al sowieso een ding. Als je mensen rond ziet lopen met een deuspet, sorry als dat je er eentje draagt. Ik heb mensen, ik heb echt van die gasten gezien met een petje van bijvoorbeeld deus op of zo. En die doen echt allemaal precies hetzelfde van wat ik ervan heb gezien. Die hangen op straat. En die praten met allemaal stoere taal. En die zeggen kill tegen elkaar. En ha ha ha. Allemaal leuk. Grappig, grappig. Stoer, stoer, stoer. Weet je wel. Allemaal van dat soort ongein. Wil je mijn mening hierover horen? Oh, ik heb echt een hekel aan dat soort mensen, man. Echt verschrikkelijk. Ik kan er zo niet tegen als mensen op die manier tegen elkaar beginnen te praten. En dat is wat er tegenwoordig gebeurt. Dat is wat er gewoon gebeurt tegenwoordig. Van mensen die elkaar pussy noemen. Mensen die de hele tijd kill tegen elkaar lopen te zeggen. En mensen die alleen maar zichzelf groot maken. En allemaal stoer lopen te doen, zeg maar. Dat soort mensen. Ik vind het verschrikkelijk. En ook dit is iets wat in 2015... misschien zelfs in 2014 nog begon. En dat is uitgegroeid tot wat het vandaag de dag nog steeds is. Ik kan er echt oprecht niet tegen dat dit soort shit gebeurt. Om nog maar te zwijgen over de muziek van tegenwoordig, echt. Oké, ja, ik kan hier wel uren over doorgaan. Over wat er allemaal met ons als beschaafde Nederlanders... Want dat is het hele... Echt niemand die nog beschaafd met elkaar kan gaan omgaan tegenwoordig. Ik vind het echt verschrikkelijk. Niemand kan nog beschaafd praten of weet ik veel. Allemaal dingen doen. Ik zie het al gebeuren dat het nog jarenlang door blijft gaan. En dit is helemaal niet mijn bedoeling geweest. Ik zie het al gebeuren dat dit echt tot in de eeuwigheid doorgaat. Want dit is iets dat vergaat natuurlijk niet zomaar. Dat is iets wat op de straat bedacht wordt en dat is dan maar gewoon zo. En op een gegeven moment, ik zie het ook al gebeuren, dat gebeurt ook echt... Dat is al honderden keren gebeurd en het gebeurt zo weer. Moet je maar eens opletten. Dit wordt op een gegeven moment allemaal in het Engelse of in het Nederlandse woordenboek gezet. Alsof het opeens normale taal is geworden. Het wordt allemaal in de dikke vandalen gezet. Let maar op hoor. Dat gebeurt vaker tegenwoordig. Nou, ik heb er nu wel genoeg over gerant. Ik heb honderden dingen erover gezegd die gewoon... ik kan er wel uren over door blijven lullen. Ik zie het ook al gebeuren dat het de volgende aflevering gewoon nog even doorgaat. Want ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk hoe het tegenwoordig gaat hier in Nederland. En hoe het er überhaupt aan toe gaat in de wereld. Nou ja, het zal wel. Ik heb er wel genoeg over gepraat. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze video. Als je ervan hebt genoten, wat ik me amper kan voorstellen. Want ik heb de hele aflevering alleen maar lopen klagen. Doe dan vooral even dat duimpje omhoog als je alsnog van genoten hebt.
En voor nog veel meer super toffe gameplays, abonneer je uiteraard hier op 2GamingNL. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later mensen!